Ik ga vandaag voor een denklapopdracht een labboek maken over mijn favoriete sport karate. Als jullie nu denken van, wat is een labboek waar je het over hebt? Ik heb er al eerder een gemaakt. Deze ging over Jupiter. En ik zal hem even openklappen. Ja, zo. Nou, hier staat dus allemaal informatie in over Jupiter. Maar ook bijvoorbeeld vakjes waarmee je dingen kunt openmaken. En ja, dit is dus een voorbeeld. Zodat jullie natuurlijk een beetje weten wat het is. Maar ook voor mezelf. Dus wat ik vandaag ga maken over mijn favoriete sport. Ik zou zeggen, let's go! Het papier dat ik meestal gebruik is A2. Maar dat heb ik niet in huis. Dus ik heb gewoon twee A3 cellen aan elkaar geplakt. Dit papier. En ik ga jullie helemaal meenemen in wat ik ga doen, wat ik maak en hoe ik te werk ga. Ik heb als eerst leervragen bedacht. Bijvoorbeeld, waar is karate ontstaan? Wanneer is karate ontstaan? Wie heeft karate bedacht? En allemaal voorbeelden van leervragen. Daarvan heb ik ook het antwoord opgezocht. En al die informatie gaan we dus verwerken. Naast leervragen heb ik ook nog een plan van aanpak gemaakt, waarin ik stap voor stap vertel wat ik wil doen. Ik heb het begin. Een onderwerp bedenken. Stap 1 is leervragen bedenken. Stap 2, antwoord op mijn vragen opzoeken op internet. Stap 3, ontwerp van het webboek. Stap 4, informatie verwerken. En dan heb ik tot slot nog de presentatie. Ik heb het hele grote papiertje dus even in de breedte neergelegd. En wat ik ga doen is, ik vouw de buitenste twee kanten straks naar binnen. Eerst ga ik even het midden opzoeken. En dit doe ik door even de punten op elkaar te leggen en hier een klein vouwtje te maken als het lukt. Ja, zo. En dan vouw ik dus alle beide kanten netjes naar binnen. Wat ik nu dus heb is een soort van, ja, ik dacht eerst zelf aan een soort theater waarvan mijn gordijnen open gaan. En ja, van dit theater kun je als eerste alvast de titel opschrijven, maar je kunt ook meteen beginnen met je informatie verwerken. Ik denk dat ik zelf ga beginnen met de titel, dus dat ga ik doen. Ik heb dus opgeschreven karate omdat ik het over karate doe. En in principe kun je het over elk onderwerp doen. Wat ik ben vergeten te vertellen is wat je nodig hebt. En wat ik gebruik zijn stiften. Ik heb nog een hele doos vol met stiften. Ik gebruik vouwpapiertjes. Die heb je ook in een andere voorbeeld van het labboek kunnen zien. Dat ik die er gewoon opplak en dan kan ik daar informatie op schrijven. Gewoon wit A4 papier. En lijm. En een pen die wel lekker schrijft, wat ik altijd heel erg vervelend is. Zo ziet hij voor mij er dus nu uit, heel erg saai. En wat mijn idee was, om hier een karateband te tekenen, dat ga ik nu ook even doen. Je moet ervoor zorgen dat de buitenkant lekker aantrekkelijk is, zodat mensen ook echt de neiging hebben om te kijken wat er allemaal in staat. Ja, ik ga er ook een naam op schrijven, want ik stel je voor. De rest van je klas maakt ook een labboek. Dan is het wel handig als je naam erop staat. Dat is natuurlijk ook leuk als hij heel mooi is geworden om te zeggen, ja, die is van mij. Dus dat gaan we nu allemaal even opschrijven. Let's go! Het ontwerp van mijn labboek is eigenlijk al zo goed als klaar. Zo ziet hij er nu uit. Ik heb daar rondjes gemaakt met 5 bekende stijlen van karate. Hier ga ik wat vertellen over de geschiedenis. Hier komt nog een flapje waaruit je ook iets kan halen. Hier ook. Hier ga ik ook informatie met franjes doen. Dat had ik ook bij mijn vorige gedaan. Dus zo wordt ongeveer het ontwerp. Ik vind het er zelf heel erg leuk uitzien. Ik hoop jullie ook. Let's go! Het is inmiddels al de volgende dag, want ik neem best wel wat tijd in beslag. Maar dit is dus mijn labboek van de voorkant. En zo ziet mijn labboek eruit van mijn binnenkant. Ja, zo kun je het goed zien.
Ik heb hier 5 van de 10 karate-stijlen heb ik nagetekend. Een soort van logo, zeg maar, ervan. Hier heb ik de volgorde van alle banden. Hier wat informatie over geschiedenis, hier zo in paars. Hier over grootmeester Suzuki. Hier over... hij wabbert een beetje. Hier deze 2 handvakjes over wat moet je doen om een nieuwe band te krijgen. En ook over, even spieken, wat is het verschil tussen bijvoorbeeld wedstrijdkarate en traditioneel karate. Hier over mijn eigen club. En hier nog wat weetjes. Goed opgevuld met informatie. Dat is ook wel heel erg belangrijk bij een laptop. Dat je niet alleen maar volkomt met plaatjes. Ik ben er super trots op. Ik hoop dat die van jullie ook goed is gelukt als jullie mee hebben gedaan. Dus ja, dit was het dan weer.